Ik kan me goed voorstellen dat er heel veel spanning is als je dat doet. Vooral als je natuurlijk je tegenstander de laatste keer ziet. Gaat dit wel goed? Ja? Hij toonde geen emotie. Ik denk dat dit eigenlijk niet te vergelijken is met wat wij doen. Je loopt meer naar je plek toe, eigenlijk naar de ring zelf. Dus meer een beetje die ring walkout die je daar doet. Hoe dat ik mij voorbereid op een match is eigenlijk heel simpel. Ik warm op in mijn aim. En daarna 5 minuten voor de match even gewoon rustig, niets doen. Dat is eerst een beetje nerveus. Maar eenmaal als ik begin te spelen, ben ik zo gefocust op het spel dat ik eigenlijk niet echt kijk naar het publiek. Mijn enigste focus is eigenlijk dan ook gewoon om te winnen. Ik ga gewoon elke wedstrijd in zoals ik altijd ga. Wij verwachten van onszelf om te winnen. Waardoor wij, als er iets fout gaat, dat wij geïrriteerd raken. En dan gaan we nog slechter spelen. Top bij. Zo'n evenement kan best wel hectisch zijn. Dan sluit je daarvoor even af. Zodat je geconcentreerd je spel aan kan gaan. Of ben je juist met heel veel mensen aan het praten, de hele tijd in de weer, met van alles en nog wat. Dus ik denk dat als je vooral ervaring hebt van hoe jij het beste in die zone komt, dat je geconcentreerd kan performen. It is here, ladies and gentlemen. A fight 3 years in the making. Glory Collision 2. We're in Arnhem, the Netherlands. There he is, the baddest, Badr Hari. En de king of kickboxing, de world heavyweight champion Rico Verhoeven. They collide in this arena. Over 30,000 tickets have been sold. Not a seat to be had. De overeenkomsten die ik zie is, je laat je toch hier best wel op voor een wedstrijd. Net zoals in kickboksen. En tactieken, ja. Zwakke plekken aanpakken, dat zie je ook terug in het kickboksen. En dat je langdurig gefocust moet zijn, anders verlies je het. Dus ik doe wat ik moet doen, dan komt alles goed. Het is een heel groot deel mindset. Als ik in het spel zit, dan denk ik alleen maar daaraan. Gewoon op je monitor en op jouw eigen team focussen, dat is het allerbelangrijkste. Soon we're going to be going on, we are going to be moving over Trist Gaming, Fat Gaming, we have Axel and Frank here today to fight for the title. Tonight, the biggest fight in kickboxing history takes place. Je hebt de walkout dan gedaan, dan sta je in de ring. Heb je dan nog dingen die door je heen gaan, andere dingen? Ja, het moment dat ik binnenkom, dat ik de ring betreed, ik word agressief, je probeert jezelf op te peppen, boos maken. Je komt binnen, je kijkt je tegenstander aan, je ziet hem daar in de hoek. Meestal zijn ze ook heel gespannen en dan wacht je tot de wedstrijd begint. En dan mag je losgaan. Ik denk al die teams in Challenger League halen bij ons wel het beste naar boven. Omdat je weet dat je eigenlijk wel beter kan zijn op een bepaalde dag. Alleen het is dan net weer de vorm die bepaalt wie er wint. Tijdens het padje heb ik zelf niet echt dat ik zenuwachtig word. Stel ik kom in een 1 tegen 3 situatie, dan krijg ik wel meer adrenaline. Of dat voel je wel. Maar ik denk dat het mij juist helpt met reactietijd of zo. Heb je hem verloren, heb je hem gewonnen, maakt niet uit. Gewoon focus op de volgende ronde, gewoon de ronde bij ronde pakken. Wel ervan leren, maar gewoon snel weer door. En dat is het allerbelangrijkste. Gewoon naar voren kijken, niet achteruit. Als je begint te spelen om niet te verliezen, in plaats van spelen om te winnen, ga je anders spelen en ga je juist verliezen omdat je niet zelfzeker genoeg bent om bepaalde gewichten aan te gaan. Het allermooiste wat ik vind dat je kan doen in de game is een aanvallingsronde, flawless afronden. Dat je iedereen in jouw team is nog levend en je hebt hun allemaal gepakt. Dat vind ik het allermooiste.
Oh,